In deze video neem ik jullie mee in de stand van zaken binnen Daalzicht en nog een aantal andere onderwerpen waarvan ik denk dat het gewoon handig is om die met jullie te delen. Laat ik beginnen met de besmettingen. Dat gaat eigenlijk hartstikke goed. We zien nu al 2 weken dat het aantal besmettingen fors terugloopt. En dat betekent dat bij de testen bij onze bewoners we toch nog 3 besmettingen hebben gehad. En ook bij de medewerkers een 3-tal besmettingen hebben gehad. Maar dat is in vergelijking tot de afgelopen weken is dat aanzienlijk minder. Dus daar zie je dan toch denk ik ook wel een beetje het effect van de vaccinaties. Dus alle bewoners op de terreinen die zijn voor de 2e keer gevaccineerd. Bij de medewerkers weet ik dat niet precies, want dat loopt via de GGD. Maar daar wordt ook driftig gevaccineerd. Dus dat gaat eigenlijk ook in een mooi tempo gaat dat door. Er waren wat vragen over de vaccinatie. Hoe zit het nou voor de mensen die nog geen vaccinatie hebben gehad omdat ze besmet zijn? Hoe zit het met het vaccineren in de wijk? Want ik had al aangegeven dat dat loopt via de huisartsenposten. Nou, dat loopt. Een aantal mensen zijn omdat ze besmet waren of op een besmette locatie verbleven hebben nog geen vaccinatie gehad. Wat ik in mijn eerdere video's ook heb aangegeven, wij bewaken dat en zorgen dat iedereen eind maart, ik kan geen exacte datum geven, want we zijn een beetje afhankelijk van de planning van het RIVM. Maar wij gaan ervoor zorgen dat iedereen zijn vaccin krijgt. Dus wees daar gerust over en wij houden jullie ook daarvan op de hoogte. Als je kijkt naar de persconferentie van Rutte, hè, er zijn een aantal dingen benoemd. Nou ja, die hebben jullie ook allemaal gehoord. 1 ding is daar wel, wil ik even naar voren halen, dat is de bezoekregeling. Rutte heeft aangegeven dat er nu 2 bezoekers per dag op een locatie mogen komen. Maar daar is wat misverstand over. Want in de persconferentie en ook in de richtlijnen wordt aangegeven dat dan de hele instelling gevaccineerd moet zijn. Nou ja, dat is natuurlijk altijd weer de vraag, hoe kun je dat nou precies meten? Dus we zijn dat aan het onderzoeken samen met het departement en de VGN. En we hopen dat aankomende week hopen we daar duidelijkheid in te kunnen geven. En dan kunnen jullie ook aangeven hoe we de bezoekregeling voor Daalzicht gaan inrichten. Tot dat moment blijft de bestaande bezoekregeling van kracht. Waar ik ook veel vragen over krijg is, nou ja, we zijn nu gevaccineerd, kan die dagbesteding niet open? Nou, ik heb daar ook in mijn vorige video al een keer over gezegd, hè, dat we dat aan het onderzoeken zijn. Nou, dat zijn we nog steeds. Ik zei in mijn vorige video dat dat besproken wordt in het crisisteam. Nou, ik begrijp van de raad van cliënten die ik gisteravond heb gesproken, dat het de naam crisisteam een beetje zwaar is en wat een beetje akelig. Dus ik noem dat voortaan het C-team. Maar dat C-team dat, is daarover na aan denken. En ik hoop volgende week daar een advies te krijgen hoe we met de dagbesteding omgaan. Dus daar kan ik jullie in de volgende video iets meer over vertellen. Ik kan me voorstellen dat je de vraag stelt. Nou, ik ben nu gevaccineerd. Hè, nou kan ik gewoon meer doen en laten wat ik wil. Dat is niet helemaal zo. Je bent nu gevaccineerd en dat betekent dat als je besmet raakt met het coronavirus, word je niet ernstig ziek. Dat is top. Maar er is nog veel onduidelijk over wat het vaccin nou precies kan betekenen. Een van de dingen die we nog niet weten is van hoe zeer jij zelf nog besmettelijk bent, dus het virus kunt overdragen aan anderen, terwijl je jezelf niet ziek voelt. Nou, zo zijn er nog een aantal andere dingen die moeten worden uitgezocht. En omdat dat allemaal nog niet helemaal helder is, is 1 ding helder. Jij wordt niet ziek. Maar dat betekent wel dat alle maatregelen die we tot nu toe hadden, die blijven gewoon van kracht. Dus afstand houden, handen wassen, niezen in de elleboog, mondkapje om als dat nodig is. Dus die blijven vooralsnog van kracht. En als die worden afgeschaft, dan vertel ik jullie dat zelf in deze video. Dus blijf daar alert op. Het vaccinatieprogramma is nu voor een groot gedeelte binnen Daalzicht afgerond. Maar mij bereiken ook vragen waarbij er gezegd wordt van ja, medewerkers en verwanten, hè, ouders of familieleden, die ontmoeten elkaar waarbij de familieleden vragen, ja, ben jij als medewerker van Daalzicht gevaccineerd? En dat geeft een heel ongemakkelijk gevoel, want wat moet je daar nou op antwoorden? En ik snap de vraag wel, want daar zit iets van zorg achter van ja, als ik weet dat iemand gevaccineerd is, dan
kan hij of zij ook wel zorg aan mijn zoon of dochter of vader, moeder, broer, zus verlenen. Maar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen, zo hebben we dat in Nederland niet afgesproken. Dus wat we met z'n allen zouden moeten proberen is niet de vraag stellen, ben jij gevaccineerd? Want iedereen heeft het recht om al dan niet zichzelf te vaccineren en al zeker het recht om dan niks over te zeggen. Dat is gewoon echt een grondrecht. Wat overigens niet alleen geldt voor de medewerkers, dat geldt voor de bewoners, het geldt voor onze ambulante cliënten, maar het geldt ook voor u als verwant. En wat we met elkaar zouden moeten proberen is op het moment dat u die vraag wil stellen, omdat u zorgen heeft over de gezondheid van uw dierbare die binnen de aanzicht is, zou de vraag veel eer moeten zijn. Oké, we weten dat we daar geen discussie over kunnen voeren, want iedereen heeft dat recht en niemand hoeft daarop te antwoorden. Maar hoe verlenen we gezamenlijk nu de goede zorg voor onze zoon, dochter of dierbare die binnen de aanzicht zit? Dus ik roep je alle op om daar met elkaar dan ook het goede gesprek over te voeren. Maar laten we met elkaar ook afspreken dat medewerkers niet zich gedwongen voelen of in een hele onplezierige situatie komen, omdat u als ouder of als verwant het nodig vindt om die vraag heel indringend aan de medewerkers te stellen. Ik raad u dat af en voor de medewerkers van Daalzicht zeg ik heel simpel. Jij hebt het recht om je al dan niet te vaccineren. En je hebt zeker het recht om daar ook geen mededelingen over te doen. Daar is niemand toe verplicht. En dat hoeft ook niet, want met elkaar kunnen we dat gesprek blijven voeren. Ik volg dat. En mocht u daar zelf vragen over hebben, omdat uw zorgen niet worden weggenomen, dan snap ik dat. Maar dan kunt u altijd een mailtje sturen naar mij en dan neem ik met u contact op en dan gaan we samen dat gesprek voeren. Ik spreek jullie volgende week.